En als er iets belangrijk is voor duurzaamheid, dat zijn dat de natuurwet. Dat zijn de getallen, dat zijn de ontwikkelingen. Dat is niet een kwestie van een mening. De natuur die stoort zich natuurlijk totaal niet aan of iemand een mening heeft, of een politieke richting, of een bepaalde religie heeft. De natuur die heeft zijn natuurwetten. En die moet je respecteren. Dat betekent dus ook dat als je naar oplossingen kijkt, dan heb je te maken met vaak technische oplossingen, regelgeving en houding van de mensen. Dat is niet partijgebonden, lijkt mij. Niks uitmaken of je nou een rechtskabinet hebt, of het nou een linkskabinet is, of het nou een religieus kabinet is, duurzaamheid. Het is een algemeen belang. Kern is dat als je zweeft, je doorkrijgt dat je er niet voor gemaakt bent. Hoe de zwaartekracht overal een rol speelt. Niet alleen dat die nu mijn water in het glas houdt. En dan ook deze wijn in het glas houdt. Als je de ruimte in gaat, ontdek je hoe afhankelijk die mens is van de aarde. We moeten het anders doen.